Goedenavond al. Ik ga beginnen met een vakantiefoto. Deze foto is 2 jaar geleden genomen in het mooie Indonesië. Daar mocht ik samen met mijn broertje backpacken. Nou, dat was op zich al heel bijzonder. En ja, ik heb heel erg van het land genoten. Maar waar ik vooral van genoot, was eigenlijk de bevolking. Ik vond het hele pure mensen, heel oprechte mensen, maar ook heel onvoorspelbaar, wat mij heel erg interesseerde. Ik vond dat ze humor hadden. En ik wilde bewust even dit plaatje laten zien van deze jongen met zijn paardenmasker. Met dit masker liep hij rond over het strand. Hij maakte daar de stranden onveilig. Hij had ook een gitaar in zijn hand en daarmee ging hij meiden versieren. En ik zat hem op afstand eens te bekijken en dacht, goh, dat doet hij op zich best goed. En dat masker was voor hem natuurlijk een mooi middel om zijn eigen, nou, wellicht schaamte te verbergen. Hij kon zich ergens achter verstoppen. Ik heb hem nog vriendelijk gevraagd voordat ik de foto nam van, joh, wil je even je duimpje omhoog doen? Als je goed naar de foto kijkt, zie je dat dat niet helemaal is overgekomen. Ik had ze wel braaf omhoog. En hij kon ook surfen met zijn masker op. Dat was voor mij heel frustrerend, want ik probeerde daar ook te surfen. Dan kwam hij me voorbij met een paardenmasker. Terwijl hij met zulke kleine kijkvenstertjes had. Ik dacht, hoe doet die jongen dat? Maar goed, hij is daar ook mee opgegroeid, moest ik allemaal weer denken. En naast dat gedeelte van het backpacken, ben ik daar ook gaan werken als docent Engels. Ik ging bij een stichting vrijwillig een week lang Engels schrijven. En dat vond ik echt een ontzettend mooie ervaring. Ik verbleef bij een gastgezin en ik weet nog dat de man des huizes mij vertelde, ja, de Ramadan is net geweest, ze hebben nu wat vrije dagen, maar ik denk wel dat er 8, 9 kinderen komen. Ik dacht, yeah, you're right. 8, 9 kinderen tijdens een vakantie. En die vakantiedagen in Indonesië zijn schaars. Dat moet ik nog zien. En op de eerste bewuste dag dat ik zelf een les geef, liep ik rustig naar het schooltje toe. Dan werd ik ingehaald door allemaal kleine kinderen met een notitieblok en een pen in de hand. Oh, ik heb er in ieder geval een paar. Even later kwamen links en rechts van me, kwamen scooters voorbij, met daar achterop ook kinderen. Ook met een notitieblokje en een pen in de hand. Toen had ik al een donkerbruin vermoeden. Ik dacht, nou, volgens mij ga ik redelijk wat kinderen zien vandaag. Ik deed de lokaaldeuren open, ruimte vol met kinderen. Van de leeftijd 7 tot en met 16 jaar. Meer dan 40 kinderen. Ik zag ze in de vensterbanken hangen. Ik zag ze op schoot zitten. Daarboven op schoot zat er weer eentje. Eén zat er weer onder. Eén zat ervoor. Overal om me heen kinderen. Hoe ik die eerste dag overleefd heb, vragen we niet. Dat weet ik zelf ook niet meer. Maar we daar besloten we wel daarna om het in ieder geval te gaan splitsen. Dus op basis van leeftijd groepen te maken. Nou, dat werkte een stuk beter. Maar het punt was wel, ik had geen methode daar. En de kinderen hadden niet echt een heel hoog niveau van Engels. Dus het was soms wel met handen en voeten het een en ander duidelijk maken. Maar wat voor hen wel voorop stond, is dat ze de Engelse taal moesten leren. Toerisme in dat gebied is heel erg in opkomst. En zij moeten gewoon niet de boot missen. Het spreken van Engels betekent later ook een grotere kans op een baan. Dus ik ging die paar dagen dat ik daar was, zeker niet beginnen met grammatica regels. Nee, ik moest heel functioneel. Ik moest dus met die kinderen gaan praten van, ja, hoe stel je jezelf eigenlijk het Engels voor? Hoe vertel je over je familie? Hoe vraag je bepaalde dingen? En zo gingen we met elkaar aan de slag, zoals je ook op de foto kan zien. De kinderen kwamen van een stoel, constant met elkaar in gesprek. En wat mij heel erg bij was gebleven, was eigenlijk dat ze heel veel plezier hadden. Zelf had ik er ook heel veel lol in. En de kinderen waren ontzettend actief. Eenmaal teruggekomen in Nederland, dacht ik bij mezelf, goh, dat is toch best merkwaardig. Voor mijn verblijf in Indonesië was ik namelijk al 2 jaar lang werkzaam als docent. En in die ene week heb ik veel meer plezier uit mijn werk gehad dan in die 2 jaar daarvoor. Maar waar zat het dan in? En toen moest ik meteen weer denken aan die lessen die ik dan, bijvoorbeeld grammatica lessen, die ik moest geven aan leerlingen. Ik had het dan weer over 5 manieren om over de toekomst te praten. De kinderen die keken, zeiden 5 manieren. Ik zei, jongens, 5 manieren. En reken maar dat het belangrijk is. Er komt een proefwerk aan, die 5 manieren moet je beheersen. Anders wordt het onvoldoende. Ik zag de leerlingen tijdens de uitleg naar me kijken. Vervolgens naar de klok. Vervolgens heel lang naar de klok, naar de deur. Ik had niet echt het idee dat ik ze heel erg boeide. Ik deed wel mijn best. Ik had fotootjes gemanipuleerd. Die regel toch een beetje visueel te maken voor de kinderen. Af en toe wat lachen, maar zodra ze het lokaal verlieten, had ik niet echt het idee dat ik ze iets heel zinvols mee had gegeven. En zeker niet iets voor echt in de toekomst. Zelfs niet voor het examen. Want ze gaan niet over 5 manieren praten om over de toekomst te refereren. Dat gebeurt gewoon niet. Nou, en op een gegeven moment moest ik ook een leesboekje uitdelen. En ik zag dat boekje al heel snel, heel rap in de tas verdwijnen. Om vervolgens 3 weken later weer uit diezelfde tas te worden gehaald. Zonder dat hij ook maar 1 keer is overgedaan. En daarna kwamen de toetsjes. En ik s'avonds maar op de bank zitten nakijken. Nou, het begon nog redelijk rustig.
Had ik een paar leerlingen gehad dat ik al dacht van nou, die punt van de pen verdwijnt steeds dieper in mijn papier. Dit gaat niet goed. Die arme laatste leerling kreeg dan ook een verfrommeld blaadje terug de volgende dag. En ik overdrijf niet, maar dan was ik gewoon echt heel chagrijnig. Allemaal onvoldoendes. En de leerlingen zeiden, ach meneer, er komt alweer een nieuwe toets aan. En ze hadden gelijk. Het hele programma stond pal van de toetsen, stond helemaal bomvol met toetsen. Ik werd er zelf gek van, de leerlingen net zo. En daarnaast hadden ze ook nog eens een keer heel veel grammatica. Dus het ene onderwerp was behandeld. Door naar het volgende. Gelukkig had ik een collega die met hetzelfde probleem worstelde. En samen lopen we heel veel hard. Hij geeft Duits. Dat is ook wel een mooi voorbijkomst voordeel natuurlijk. En dan wel allebei een moderne vreemde taal. En tijdens het hardlopen hebben we het veel over onderwijs. Dan moet ik wel heel eerlijk zijn. Hij heeft een betere conditie dan ik. Ik loop nogal te zwoegen. Mijn techniek is ook niet heel best. Het gaat allemaal een beetje plomp. En hij praat dan over onderwijs. Ik knik, ik zeg wel eens een keer ja. Maar na die tijd doen we de cooling down gelukkig. En dan kan ik ook nog eens een keer mijn aandeel hebben. Hij heeft het over onderwijs gehad. En op een gegeven moment zei hij, weet je, ik moet van die methode af. Ik ben er klaar mee. Ik ga het gewoon op een heel andere manier doen. Het moet veel praktischer, dat is wat ik mis. Dat heeft me heel erg aan denken gezet. Toen ben ik ook gaan kijken naar de visie van mijn eigen school. En daar zag ik staan, het Vechtdoorn College Delingsvaart wil meer aandacht hebben voor bredere talentontwikkeling. Oké, ja. Heb ik de tijd voor in de lessen? Programma? Druk? Nee, daar kom ik nog niet zo heel erg aan toe. Wil meer connectie met de samenleving. Ja, dat is leuk voor die eerste 5 minuten dagopening. Dan kan ik nog even wat mee doen, maar voor de rest, nee, we blijven lokaal. We hebben het gewoon eventjes over de onderwerpen die in de methode staan, die moeten erdoor. Wil je in alle aangelegenheden veel aandacht schenken aan maatwerk? Oké, daar kom ik nog een beetje in vinden. Ik had soms wel eens leerlingen die zeiden, ja, ik snap dat onderwerp. Joh, lees je even in, maak maar een pretest, haal je hem. Dan hoef je mij niet aan te horen, dan ga je gerust verder met iets anders. Dus dat kon een beetje. Toen ben ik daarna samen met mijn sectiegenoten gaan zitten en hebben we ook gezegd van ja, wat willen we eigenlijk onze leerlingen meegeven? Wat vinden wij belangrijk? Nou, diploma werd al snel genoemd. Nou, dat klopt. Helemaal mee eens. Maar daarnaast, ja, dat die leerling toch ook wel een beetje iets heeft aan alles wat we hebben uitgelegd tijdens die les. En dat in ieder geval, ja, wellicht een beetje Engels kan spreken. Nou, dat is op zich wel mooi als je op een gegeven moment taal wil aanleren, dat je het ook kan gebruiken in de praktijk. Ja, zit wat in. Daaruit naar voren gekomen is ons vakwerkplan, onze vakvisie. En ik kan dit gewoon kort samenvatten door te zeggen, communicatie staat voorop. En daarmee zeg ik niet dat ik grammatica helemaal aan de kant gooi. Zeer zeker niet. Maar we zorgen er wel voor dat het ondergeschikt is aan de communicatieve vaardigheden. Dus dat je het ook functioneel inzet. Het hoeft niet meer alleen maar dus grammatica te zijn, maar gaan toepassen in de praktijk. Dan ben ik het snel. Dus we gaan het toepassen in de praktijk. Ja, en dan ga je nadenken met elkaar van, oké, dat willen wij. Maar kunnen we dat op dit moment realiseren? Nee, was daarop het antwoord. Nee, dat konden we niet. Dan moesten we eerst wat dingen gaan veranderen. Minder toetsen, methode aan de kant. En we zorgen er in ieder geval voor dat we bepaalde doelen gaan stellen, die eigenlijk ook weer terugkomen in ons vakplan. Nou, bepaalde doelen die we hadden was eigenlijk het onderwijs ook aantrekkelijker maken. Er waren zoveel morgende leerlingen die tijdens de les zaten van, moet dit? Nou, daar moesten we vanaf. Daarnaast hadden we nog een andere, die cijfers. Daar wordt wel heel veel waarde aan gehecht. En als ik dan terugdenk aan Indonesië, dacht bij mezelf, is er überhaupt 1 kind naar me toegekomen die gezegd heeft van, krijg je straks nog een toetsje? Dan wil ik even weten hoe ik het gedaan heb. Was niet aan de orde daar. Dus dat is ook nog een eentje waar we rekening mee moeten houden. Nou, ben ik in leer 1 gaan kijken van, hoe kunnen we dat anders doen? Engels heeft ook nog wel een beetje te maken met veiligheid. Want als jij een vreemde taal gaat gebruiken, nou, dat is best persoonlijk. En zeker als jij zelf dan nog vol in beeld bent. Dus moet ik een paar maskers gaan regelen? Kan de beste jongen nog eens een keer gaan berichten van, hey, heb je er nog wat liggen? Nee, ook niet gedaan. We zijn met iets anders gekomen. En daar wil ik jullie eerst voorstellen aan Birani. Birani, zoals jullie kunnen zien, is een Lego-bobje. Maar hij is meer dan dat. Hij is ook mijn avatar. En Birani, willen toevallen, is het Indonesische woord voor dapper. En Birani zit in het probleem. Dan gaan we eens even naar kijken. But then, all of a sudden, the evil ninja appeared, out of nowhere. You thought you could outsmart me? Well, it's too late for you now. You're mine! The ninja jumped high up in the air and kicked Birani right in his face. Birani
hopelessly trying to defend himself. Oké, grote problemen voor Barani. Maar Barani is niet van één gat te vangen. Hij heeft nog een ander plan. Nou, was een leuk filmpje, maar gaan we die nog een keer doen. Even terug in het eerste gedeelte. Barani ging in ieder geval een oproep doen. Een oproep aan leerlingen uit Denemswaard. Want hij zit in de problemen en hij had hulp nodig. Nou, gelukkig heeft hij wat mensen bereid gevonden die hem daarmee wel wilden helpen. En de leerlingen hebben het volgende gehoord. Een wanhoopskreet van Barani. Hello, young warriors. This is Barani speaking. I'm in big trouble, and so is the earth. We need your help. Before you leave, you should work on your language skills. If you haven't got your skills up to date, you'll miserably fail this mission. Good luck, and hope to see you soon. Meneer, bent u verkouden? U heeft last van uw stem? Ja, nee, ik heb het filmpje gesproken. Maar dat werd tijdens de les wel duidelijk, zei ik ze dan. Leerlingen die gingen dus zijn aan de slag gegaan met hun eigen avatar. Iedere leerling mocht een eigen Lego-poppetje uitkiezen. En met dat Lego-poppetje gaan ze verschillende trainingsfasen doorlopen. Want dat is belangrijk. Je hoorde net Barani's oproep. Je moet werken aan je taalvaardigheden, want anders ga je gewoon niet de Evil Ninja verslaan. Dus daar begon een avontuur. En er zijn er allemaal formatieve toetsen die ze eerst gaan doen en tijdens de les. Gaan ze eerst maken, krijgen ze feedback op. En die zijn allemaal gekoppeld aan de vaardigheden. Spreken, schrijven, luisteren en lezen. Die komen allemaal aan bod. Die zijn weer gekoppeld aan de ERK-niveaus. Dus leerlingen kunnen zeggen, ik wil het op A1-niveau proberen. Maar een ander kan zeggen, ja, ik denk dat ik dat al beheers als ik zo naar die statements kijk. Ik ga dus op A2-niveau proberen. Tijdens die trainingsfase leren ze dus meer over eigen niveau. Vervolgens vullen ze daar ook een actieplan over in. Om te kijken van, hey, wat is eigenlijk mijn verwachting? Wat denk ik eigenlijk dat ik tijdens deze missie ga behalen? Waarom word ik beoordeeld? En er staat een eerste grote opgave voor de boeg. Dat is Dion Sensei, de oude leermeester van de Evil Ninja. De Evil Ninja heeft hem jarenlang geleden de rug toegekeerd, voor de duistere kant gekozen. Ja, Dion Sensei had wel zoiets van, ik moet daar iets mee, ik heb nog wel een zwakke plek van hem. Maar die krijgen de leerlingen liever niets, moeten ze eerst een raadsel voor oplossen. Wat eigenlijk een SO is. Het raadsel opgelost, krijgen ze heel belangrijke informatie over de Evil Ninja. Die kunnen ze inzetten in de strijd om hem te verstaan en de wereld te redden. Nou, zodra ze klaar zijn met al die trainingsfasen, hebben ze 4 grote vaardigheidsopdrachten / toetsen. Maar om nou een beetje die aandacht van het cijfer weg te halen, hebben we gezegd, wacht, we gaan het anders doen. Ze kunnen punten verdienen, daar kunnen ze nieuw Lego-materiaal mee vrijspelen. Dus ze kunnen, nou, er staat erbij, upgrade your avatar. Ze kunnen ervoor zorgen dat ze nieuw materiaal vrijspelen, kunnen ze tijdens hun missie inzetten. Over die cijfers gaan we niet te veel hebben. Die komen wel in een leerling vol systeem te staan. Anders hebben we ook ouders op de stoep, die willen het ook wel een beetje weten. Dus dat doen we nog wel, maar de aandacht wordt wel wat verplaatst. Gaat ergens anders naartoe. En daar zijn de leerlingen daar heel druk mee. De laatste grootste vaardigheidsopdracht, dat is dan dat ze een eigen episode gaan maken, waarin zij laten zien hoe ze de Evil Ninja, echt de bad guy van het verhaal, gaan verslaan. Dan krijgen ze wel een storyline en die moeten ze hierin verwerken. Maar binnen die storyline is er best wel wat ruimte voor de kinderen om daar zelf invulling aan te geven. Nou, en zo zijn leerlingen daar heel erg mee bezig geweest. En wat ik daar heel bijzonder aan vond, is dat ik een stukje herkenning weer had van Indonesië. Ik zag die leerlingen weer een beetje op dezelfde manier het lokaal verlaten als dat ik daar zag. Leerlingen die plezier hadden gehad tijdens de les, die niet zozeer bezig waren met heel veel opdrachten maken en moeilijk zwoegen, thuis er weer mee aan de slag. Leerlingen die niet aan het praten waren over cijfers. Het deed me daar wel een beetje aan denken. En vooral leerlingen die het zweet op de rug hadden staan. En dat is goed, het zweet op de goede rug. Moet niet alleen maar bij mij zitten, moet vooral ook bij de leerlingen zitten. Nou, en daarnaast had ik ook wel een beetje het idee dat ik dacht van, maar eigenlijk is dat toch ook iets wat de leerlingen gewoon verdienen. Ik vind eigenlijk ook gewoon dat een leerling een docent verdient die vanuit zijn passie lesgeeft. Een leerling verdient ook een docent die gebruik maakt van de vrijheid die er is. En die vrijheid is er wel degelijk. Een leerling verdient daarnaast ook nog dat hij eigenlijk zelf geactiveerd wordt. Maar het belangrijkste daarom mee af te sluiten, is dat een leerling bovenal gewoon onderwijs verdient waarvoor hij of zij zijn bed uit wil komen, door de bittere koude school of fietsen. En toen dacht ik eens terug, ik dacht van, hé, een tijd geleden, na Indonesië, dacht ik, leerlingen in de vrije tijd, deze vakantietijd, gaan ze naar school toe.
Is dat realiseerbaar hier in een ander land? Nee, zei ik meteen al stellig. Nog steeds weet ik niet of ik leerlingen zover ga krijgen. Of dat mensen leerlingen zover gaan krijgen om hier leerlingen tijdens een vrije dag naar school te laten komen. Maar toch ben ik daar wel een stuk positiever op geworden. Ook op basis van alles wat we nu al hebben ervaren in ons eigen onderwijs. Daar wil ik mee afsluiten.